Je kunt je huis spannender maken door te spelen met decents en verschillende kleurvlakken. Maar je kunt er ook juist een rust mee creëren door bijvoorbeeld verschillende ruimtes in huis van dezelfde decentvloer te voorzien. Dus eigenlijk wat je bijvoorbeeld vroeger had, die mooie jaren 30 huizen met de granieten vloeren. Datzelfde effect kan je dus nu namaken met mooie decentegels. Je kiest ook eens voor ongewone patronen, zoals bijvoorbeeld het bekende visgraat voor op de vloer. Dat kan je natuurlijk ook toepassen op de wand. En het kan bijvoorbeeld in het wit, dan wordt het heel strak, maar het kan ook in een andere kleur, waardoor je weer een heel ander effect krijgt. Maar vind je bijvoorbeeld zo'n decentegel te druk of misschien wel te duur, dan kan je ook echt kiezen voor een kleiner vlak, bijvoorbeeld onder je tafel. Alleen daar een vlak met decentegels. Je kunt ook een pad leggen van voor naar achter in de woonkamer, waardoor je de ruimte in tweeën deelt. En je hoeft dan dus niet een hele kamer met een decent te leggen. Mag bijvoorbeeld wat opvallender, dan kun je ook kiezen voor de neotegel van de Vete Wonen tegelcollectie by Douglas & Jones. Mix en match bijvoorbeeld met tegels, zo kan je een hele wand vullen met allemaal verschillende tegeltjes, waardoor je weer een heel spannend geheel krijgt. Dus zo kan je ook spelen met groot en klein, dus betegel je douchehoek met hele kleine tegeltjes en de rest van de badkamer met een hele grote tegel. Zo kan je dus optisch met ruimte spelen in je hele huis.